Ik ook. Ik ook. Oké, shoot. Annette Gerritsen, eerste plaats 500 meter boven verwachtingen. Ja, absoluut. Ik had op zich wel een goede tijd. Maar ja, de laatste rit was toch wel even spannend. En ze hadden een iets snellere opening. Maar ja, ze hadden allebei best wel veel misses in het rondje. En toen had ik gewonnen. Ja, want normaal gesproken staan Mago en jij altijd heel dicht bij elkaar. Maar je bent vandaag met kop en schouder bovenuit gekomen. Ja, ongelooflijk. Het is echt... ik had gewoon absoluut niet verwacht dat ik hier zou winnen. En op zich reken wel een nette race, maar ik zat wel al voor mezelf van... nou, hier kan nog beter, dat kan nog wel beter. En ook nog maar zien wat het waard is. Maar een hele hoop. Was je tevreden met je opening? Ik weet eigenlijk niet zo goed wat mijn opening was, 10. Als ik het uit mijn hoofd goed heb, 10:52? Oké. Nou, ik moet eigenlijk wel een tiende sneller, maar op zich... is het redelijk. We moeten iets scherper weg bij de start. Maar voor de rest, het rondje is gewoon heel goed, 7-7. Dus dat heb ik voor op de 1000 morgen heb ik het ook zeker nodig. Dus het is een goede opwarmen zo. Ja, even wat anders. Je hoort heel veel commotie over de World Cup wedstrijden. Hoe belangrijk zijn die voor jullie? Nou, voor mij op dit moment heel belangrijk natuurlijk. Ik heb het hele voorseizoen gemist. En dit is voor mij een hele belangrijke wedstrijd. Nog in voorbereiding voor de WK. En iedereen heeft het erover dat het niet zo druk zou worden. Maar het zit hier echt helemaal bomvol. En de sfeer is super. Echt, het publiek gaat helemaal uit zijn dak. Dus ik snap niet waar alle commotie over is. Want volgens mij is er niks aan de hand. Nee, want er zit heel veel publiek. En jij rijdt dan na jouw race, ga je nog even je uitrijrondje. En je probeert echt het publiek mee te krijgen. En dat lukt ook. Nou ja, eigenlijk begonnen zij een beetje. En toen had ik zoiets van, dit is wel leuk. En dus ik een beetje zwaaien. Toen ging ze me door en door en door. Dus op zich was het wel heel erg mooi. Nou, dat geeft je een heel goed gevoel voor morgen voor die 1000. Wat denk je dat je gaat doen? Eerst nog de 500, nog de tweede. En de 1000 moet ik sneller rijden dan Marit en Laurien. Dus dat is mijn doel. En een goede technische race rijden en dan zie ik wel wat het waard is. Kort samengevat, Annette is helemaal in vorm. Ik ben in goede vorm, zeker.